Welkom bij het tweede gedeelte van college 1, Hoofdstuk 2, de vraag naar een product over de vraag en het aanbod. Hier hebben we een praktijkvoorbeeld. En we zien dus aan de rechterkant een iPhone. Nou, wat zou je hier nou voor bieden? Wie zou deze willen kopen voor 1000 euro? En wie misschien voor 500? En wie heeft er wellicht alleen maar 100 euro voor over? Nou, we zien dat wanneer de prijs daalt, de vraag erna gaat toenemen. Dus hoe goedkoper de iPhone. Hoe meer mensen zouden willen hebben. Dit noemen we in dit geval een negatief verband. Want er is een negatieve relatie tussen de prijs en de vraag. Als we dit gaan bekijken in een grafiek, dan ziet hij er zo uit. En ook hier zien we dus een dalende lijn dus een negatief verband. We beginnen bij een prijs van 1000. Nou, en zo zien we langzaamaan dat hoe lager de prijs is, hoe verder we. Rechts op de Q gaan zitten, dus hoe meer producten er gevraagd gaan worden. Dan het eerste stukje wiskunde. We gaan kijken naar de vraaglijnen in een grafiek. En we hebben i, en i is ax plus b. Dat betekent dat is dus de a, de richting aangeeft, dus het richtingscoëfficiënt. En b, dat is een constante, dus dat is een gegeven cijfer, wat steeds blijft. Als we dan gaan, dat om gaan schrijven naar de vraag, hè, QV, dus de hoeveelheid van de vraag. Dan zien we dat daar een negatief eh, getal vooraan de richtingscoëfficiënt komt, dus een minnetje. Dus het is dan min a keer de prijs plus de constante b. Even alle letters met elkaar doorlopen. Qv is dus de gevraagde hoeveelheid. De p is de prijs van een bepaald product. De a is de mate. Waarin de vraag reageert op de prijs. Dus als dat negatief verband is, dan zien we dus een minnetje daarvoor staan. En voor, de, voor b zien we dat dat betekent dat het een gedeelte van de vraag die dus niet afhankelijk is van de prijs. En ik zei net al, dat is dus de constante. In het plaatje zien we dus dat er staat min 10p. En dan weten we dus al dat er een lijn van linksboven naar rechtsonder gaat lopen. He, dus sowieso een negatief verband. En achter het plusje zien we een getal, en dat is dus de b, dus de constante. We hebben hier dus een negatief richtingscoëfficiënt, en dus een de verloop van de lijn. Dan nog een voorbeeld. De vraaglijn in een vergelijking plus dus een grafiek, heeft een voorbeeldje van een maaltijd op een festival, in dit geval bij Defcon 1. Nou, hoe teken je nou zoiets? Hè? Dus stel dat we zeggen hoeveel producten worden er verkocht, als de prijs van een maaltijd 2 euro is. Nou, dan zouden we dus op deze manier dit dus kunnen gaan tekenen. Hoe teken je zoiets? Nou, check deze link even voor voorbeelden, die staat hieronder. En op het moment dat ik de slides met jullie deel, kunnen jullie die ook gaan bekijken. Dan gaan we kijken naar de collectieve vraag. Dat is de vraag wat naar een bepaald product is. En dat is afhankelijk van een aantal factoren. En om dus uiteindelijk die hele collectieve vraaglijn te kunnen maken, moeten we dus een aantal dingen mee gaan nemen de prijs van het betreffende product zelf, hè, dus de p, en ik heb hier achter even een uitroepteken gezet, want dat is belangrijk. Dus als de prijs verandert, blijft de vraaglijn hetzelfde. Dat is iets wat we moeten gaan onthouden. Dus de lijn blijft dan hetzelfde. Maar we hebben ook een aantal indicatoren waardoor de lijn wel gaat verschuiven. En dat zijn deze vier. Dus deze vier zorgen ervoor dat de lijn gaat verschuiven. En op het moment dat alleen de prijs verandert, verschuift de wijn niet. Nou, welke thema's uh, zorgen voor de verschuiving van de wijn? Als de prijs uh, van een ander product gaat veranderen, dat kan een invloed hebben. Het kan ook zijn dat wij als consumenten meer gaan verdienen of minder gaan verdienen. En dan hebben we het over, uh, over ei. Het kan zijn dat wij een andere voorkeur gaan krijgen als consument, dus dat we ineens... Vaker eisjes willen hebben, of dat we ineens toch van een Ferrari liever Lamborghinis willen gaan kopen. En ook belangrijk het totaal aantal mensen wat iets wil kopen. Dus deze laatste vier nogmaals, die zorgen voor een verschuiving van de hele lijn. Dus bij iedere willekeurige prijs meer of minder vraag. En dan nog een, een laatste thema, dat is Ceteris paribus, en dat betekent dat één ding verandert en de rest. Gelijk moet gaan blijven, want anders kunnen we natuurlijk nooit iets gaan zeggen over steeds de verandering van één onderdeel. Dan kijken we naar de prijsverandering. En als we het hebben over een verandering van de prijs, dan hebben we het eigenlijk over delta P. Dus vandaar dat je het driehoekje ziet voor de p. En delta P betekent dus dat er een verandering gaat zijn. Dat is dus een variabele in de formule. En als we een variabele hebben in de formule, want de letter P zit in die formule normaal gesproken, hè, dan betekent dat dus dat we een verandering hebben op de lijn. Ik probeer even terug te halen wat de vorige slide was. Daarvan zeiden we. Er zijn heel veel onderdelen die van invloed zijn op een verschuiving van de lijn, behalve de prijs. En dat is om deze reden: de prijs is een onderdeel van de formule en daarom verandert niet de lijn aan zich, maar alleen een bepaald punt. Op de lijn. Kijk naar de grafiek, dan zien we dus dat bij een prijsverandering de lijn niet gaat verschuiven, maar we wel van deze stip, bijvoorbeeld hier naartoe kunnen gaan. Nou, wanneer is dat het geval? In dit voorbeeld hebben we eerst een prijs van 750 euro, dan zijn er 50 producten die verkocht kunnen worden. Zakken we met de prijs van 750 naar 450, dan zien we, als we dit punt bekijken, dat we dan uitkomen op 110 producten. Met andere woorden, de prijs is gezakt en het aantal te verkopen producten neemt toe. Dan pakken we even een andere verandering. Net hadden we de prijs, nou, nu pakken we bijvoorbeeld een hoger inkomen, dus de verandering van het inkomen (delta inkomen). Dat is een variabele buiten de formule. Daarvan hadden we dus gezegd: dan hebben we dus een verplaatsing van de lijn. Hier rechts zien we daar een voorbeeld van. Dus door een hoger inkomen kunnen mensen dus meer gaan kopen en zijn ze dus ook bereid om meer te kunnen betalen, want ze hebben meer geld te besteden. Dus bij dezelfde prijs neemt de vraag dan toe en de vraaglijn verschuift dan dus evenwijdig aan de wijn die we al hadden naar rechts toe. Dus in dit voorbeeldje maken we even groter bij een prijs van 750 euro betekent dat dat we dus niet meer 50 stuks verkopen. Maar we inmiddels 110 stuks kunnen gaan verkopen, dan de prijsselasticiteit van de vraag. Want hoe reageert nou eigenlijk de vraag op een prijsverandering? Dus de oorzaak is een prijsverandering. Daar gaat iets mee gebeuren. En het gevolg is dat er een vraagverandering gaat optreden. En bijna altijd is het zo dat als de prijs stijgt, dat de vraag dan daalt en andersom. Dus als iets duurder wordt, wij willen we er minder van hebben. En als iets goedkoper wordt, willen we er graag meer van hebben. Maar voor een producent is het van belang hoe groot deze vraagverandering is. En wat we dan berekenen, is de prijselasticiteit van de vraag. Dat is heel belangrijk. Weer even een praktijkvoorbeeld voor jullie van prijselasticiteit in, in onze gewone economie. Nou, hier zien we een bericht uit 2012, al eventjes geleden. Maar het voorbeeld is nog perfect. We zien namelijk uh, dat de Douwe egbert dat, dat kennen we van de koffie, um, dat die afgelopen jaren een omzet toen had geboekt van 2,7 miljard euro. En Dit was 10% meer dan een jaar eerder. En De stijging kwam vooral door hogere prijzen. In totaal verkocht het bedrijf 5% minder koffie en thee dan een jaar eerder. De winst daalde mede door kosten die werden gemaakt door de afsplitsing van het moederbedrijf. Wat zien we dus hier? Ze hebben 10% meer omzet gedraaid, terwijl ze 5% minder verkocht hebben. En dat komt dus doordat ze met de prijs hebben gespeeld. De vraag die de producent dan ook voor zichzelf moet gaan beantwoorden is: Ja, weet je, wanneer is het nou eigenlijk slim om je prijs te gaan verhogen? En dan kijken we naar A of B. Bij A betekent het dat als de kwanten in een sterke mate geneigd zijn om bij een prijsverhoging weg te lopen, of we hebben de situatie. Als de klanten in niet zo'n sterke mate geneigd zijn om bij een prijsverhoging weg te lopen. Dus dat is wat de vraag die we moeten beantwoorden. Als wij iets met de prijs gaan doen, hoe groot is dan de reactie van de consument? Dus als we een beetje verhogen, lopen ze dan keihard weg? Of doen ze daar niet al heel veel op uit? En daar komen ze dadelijk achter. Nu gaan we ook echt daadwerkelijk werken met een formule. Dus hoe hard lopen de klanten weg? Dat is het gevolg bij een prijsverhoging, de oorzaak. Of anders gezegd, hoe hard komen ze naar je bedrijf juist toe als ik de prijzen verlaag? Nou, denk, dit hangt allemaal af van de prijselasticiteit van de vraag naar het product. Hebben we te maken met een elastische vraag, dan betekent het dat de gevraagde hoeveelheid sterk reageert op een verandering van de prijs. En hebben we een inelastische vraag, dus dat het elastiek nauwelijks optrekken is, dus die doet bijna niets, dan betekent het dus dat de gevraagde hoeveelheid niet sterk reageert. Op de verandering van de prijs. Dus probeer jezelf voor te stellen, alsof het een elastiek is. Dus hoe hard kan ik aan het elastiek trekken? Kan ik hem heel hard uit elkaar trekken? Dan is hij dus heel elastisch. Dan reageer ik dus sterk. Nou, is die bijna niet uit elkaar te halen, dan hebben we te maken met een inelastische vraag. Maar de berekening eh, die het als volgt. We hebben dus gevolgd delen door de oorzaak. We hebben een verandering in procenten uit te rekenen. En eh, boven de deelstreep gaan we dus kijken naar de verandering. Van de vraag, procentuele verandering van de vraag. En dan pakken we de formule nieuw min oud, dat rekenen we eerst uit. Dan delen door oud en dan keer 100 met een procentteken erachter. Onderaan de streep doen we hetzelfde, procentuele verandering van de prijs. En hoe berekenen we dat? Door ook nieuw min oud te doen als eerste. Vervolgens deel je dat antwoord door oud en ook dat weer keer 100. Met een procentteken erachter. Rechts even een getallenvoorbeeld zodat we er een beetje een beeld bij kunnen krijgen. Het getal van de elasticiteit geeft aan wat dus de reactie is van de vraag, qv, bij een prijsstijging p van 1%. Dat is een belangrijk iets wat je echt moet gaan onthouden. Voorbeeldje. Stel dat we te maken hebben met een elasticiteit van de vraag van min 2. Stel dat, dat het antwoord is wat eruit komt rollen. Dan betekent dat dus. Dat als de prijs stijgt met 1%, de vraag daalt met 2, hè? want de daling is een min. Wat nou als de prijs met 10% stijgt? Dat kan ook. Dan moet ik dus 10 keer die reactie doen. Dus dan daalt die met 10 keer min 2. Hè? Dus dat getal 10 keer min 2 is dus min 20, dus het daalt met 20%. Kijken we even naar de interpretatie, want hoe gaan we dit nou eigenlijk nou, voor ons zien? Op het moment dat je, dat je dit in het plaatje wilt krijgen, dan zou je zo eruit gaan zien. Dus elastisch betekent dat de gevolgen groter zijn dan de oorzaak. Dus de prijs doet iets en de reactie van de consument is veel sterker. Om de omzet te gaan vergroten, moet dus de producent zijn prijzen gaan verlagen. Want andersom, als de prijs een klein beetje daalt, Gaan mensen daar heel heftig op reageren door veel meer te gaan kopen dan dat de prijsverlaging was? Andersom hebben we het over inelasticiteit. Dan, is de, dan zijn de gevolgen dus kleiner dan de oorzaak. Nou, is dat het geval, dan moet een bedrijf de prijs gaan verhogen. Want als ze de prijs sterk verhogen, wordt er maar weinig gereageerd door de consument. Hier even een tabelletje met een aantal voorbeelden, zodat je dat verder kunt gaan leren. Dus. Aan de linkerkant hebben we drie verschillende vormen. Uh, het voorbeeld waarin we voorkomen inelastische vraag hebben is bijna niet te doen. Hè. Dat is, eigenlijk staat dat niet alleen in theorie. Dan zouden we dus prijseliciteit van 0 hebben. Dat betekent dat als de prijs verandert, dat er werkelijk niets aan de vraag gebeurt. Dus niemand gaat meer kopen, maar ook niet minder. Nou, zitten we tussen de min 1 en de 0... Dan hebben we het over inelasticiteit, dan is de verandering dus maar klein, dan gebeurt het maar een klein beetje. Als de prijs iets doet, dan verandert de vraag maar een beetje. Dat zien we bijvoorbeeld bij brood. En waarom brood? Dat is een noodzakelijk goed. Dus dat is een voorbeeldproduct, we hebben we het over noodzakelijke goederen. Ja, we hebben dat gewoon nodig, dus dan gaan we daar niet heel heftig op reageren, want we gaan het gewoon kopen. Is het getal kleiner, dus de elasticiteit kleiner dan 1, min 1, dus bijvoorbeeld min 2, min 3, min 4. Dan hebben we het over een elastische vraag. Dus als de prijs verandert, dan reageert de vraag daar wel heel heftig op. En hiervan zien we vaak dat het bij luxe goederen gebeurt. Denk aan iPhones, iPods, etc. Dan eventjes een vraag aan jullie. Wat gebeurt er met de vraag naar deze goederen als de prijs zal worden verlaagd? Dus aan de linkerkant hebben we gewoon een aardappels. En laten we zeggen een kilo aardappels, kruimel aardappels. En aan de rechterkant hebben we FIFA, FIFA 19. Nou, uiteraard, de linkerkant, dus de aardappels, daar gaat vrij weinig mee gebeuren. Want we hebben dat nodig, dat zien we als een noodzakelijk goed. Dat betekent dus dat de elasticiteit van aardappels inelastisch is. Dus tussen de 0 en de min 1. Rechts zien we dus een computerspel. En een computerspel zien we als een luxe goed. En dat zal betekenen dat dus de elasticiteit. Van de vraag naar het FIFA-spel elastisch zou zijn. Dus die is min 1 of groter. Dan hier een rekenvoorbeeld. Dus van een product zijn deze volgende gegevens bekend. We hebben een oude prijs, 10 euro. De nieuwe prijs is 12 euro. Vroeger hadden we een gevraagde hoeveelheid, dus we verkochten toen 8000 stuks. Met deze nieuwe prijs verkopen we minder, namelijk 6000 stuks. En de vraag is: wat is de elasticiteit van de vraag? Nogmaals, bovenaan schrijf je dus het gevolg op, onderaan de oorzaak. Deze mag je voor jezelf nu eventjes gaan doen. Pauzeer even de video en dan zijn we zo weer samen terug. Oké, okay, ik hoop dat jullie me hebben kunnen maken. Dus bovenaan de deelstreep moeten we dus de formule nieuw min oud gedeeld door oud keer 100 pakken en datzelfde doen we ook. Onderaan de streep. Laten we even naar de antwoorden kijken, zodat je zelf kunt controleren of het gelukt is. Nou, we gaan hem even doorlopen. Dus bovenaan de deelstreep, als we gingen kijken naar de verandering van de vraag. Nou, wat is nieuw? 6.000 stuks. Wat verkocht we vroeger? 8.000. Dus 6.000 min 8.000 is dus min 2.000. Dat delen we door oud, gedeeld door 8.000. Dus min 2.000 gedeeld door 8.000 keer 100. In procenten het ons min 25% op. En dus logisch dat het een mingetal is, want we hebben namelijk minder producten verkocht. En wat heeft de prijs gedaan? De prijs is van 10 naar 12 gegaan. Dus onze nieuwe prijs is 12 min oud was 10. 12 min 10 is 2. Dat delen we door de oude prijs van 10. Dus 2 gedeeld door 10 keer 100 met een procentteken teken erachter. Weeft ons 20% op. Maar dan gaan we dat invullen. Dus we hadden... Boven de deelstreep min 25%, onder de deelstreep 20%. Als je die twee getallen door elkaar deelt, dan kom je uit op min 1,25. In dit geval is het dus groter dan min 1 en dat betekent dus dat we het hebben over een elastische tijd van de vraag. Dan het laatste onderdeel, namelijk de kruislinkse prijselasticiteit van de vraag. En dit geeft de verhouding weer met hoeveel procent de vraag naar een product verandert als gevolg van een prijsstijging van een ander product. Het geeft dus antwoord op de vraag of er een relatie is tussen deze twee producten. Als twee producten elkaar vervangen, dan zijn het substitutiegoederen. En op het moment dat ze elkaar aanvullen, dan hebben we het over complementaire goederen. Dit is de theorie. We gaan nu kijken naar een voorbeeld om dat voorbeeld te kunnen gaan uitrekenen hebben we uiteraard een formule nodig en dit is de formule die we nodig hebben voor de kruislinkse prijselasticiteit van de vraag. Het is geen groot verschil ten opzichte van wat we eerder hebben geleerd bij de elasticiteit van de vraag, maar let op, er zitten kleine veranderingen. Bovenaan de deelstreep hebben we nog steeds de procentuele verandering van de vraag, maar let op, van goed A en dat deel je door de procentuele verandering van de prijs. Van goed B, dus van de andere. Even visueel weergegeven, net als de vorige keer, ook weer even een plaatje om jullie wat beelden te scheppen. Hebben we het over een kruiselasticiteit van 0, dan hebben goederen dus geen enkele invloed op elkaar, dus geen verband. Op het moment dat het een positief getal is, dan zijn dus goederen die elkaar bereikbaar vervangen. De dus substitutiegoederen. Denk aan koffie en thee, denk aan Coca Cola Pepsi Cola. Aan de linkerkant, dus een getal kleiner dan nul, dan hebben we het over complementaire goederen, dus goederen die elkaar nodig hebben. Denk aan koffie en koffiemelk, thee en suiker, zulke soort type producten. Oké, okay, dan even een voorbeeld. Complementaire goederen, dus dan hebben we het over een getal kleiner dan nul. Stel dat de prijs van koffie stijgt. Nou, wat gebeurt er dan met de vraag naar koffiemelk? Die gaat dalen, want we weten dat heel veel mensen die koffie drinken. Ook gebruik maken van koffiemelk. Dus die hebben daadwerkelijk een verband. Substitutiegoederen betekent dat ze dus elkaar kunnen gaan vervangen. Stel dat de prijs van benzine stijgt, wat gebeurt er dan met de vraag naar treinkaartjes? Die zal ook gaan stijgen. Waarom? Als de prijs van benzine stijgt, denken mensen: oh wacht eens even, het wordt duurder om nu met een auto te gaan rijden, dan laat ik de auto staan en dan ga ik met het openbaar vervoer zoals met de trein. Dan sluit ik het met jullie af door een rekenvoorbeeld samen te gaan doen. Dit is een voorbeeld: we de kruislingse prijselasticiteit van check als gevolg van een prijsverandering van sigaretten. Stel dat je weet dat de prijs van sigaretten van 3,20 naar 3,60 euro is gegaan. Als je weet dat de hoeveelheid cheque die gekocht gaat worden waarschijnlijk 7,5% gaat stijgen, dan kun je dus al de kruislinkse prijselasticiteit uitrekenen. Nog een keer onderaan de formule. Dus de kruislingse is de procentuele verandering van de vraag naar product A delen door de procentuele verandering van de prijs van product B? Nou, de prijs, of sorry, de uh, uh, hoeveelheid verandering van product A, die wisten we. Want we hadden gezegd, als je weet dat de hoeveelheid check die gekocht gaat worden met 7,5% stijgt. Dus we schrijven op 7,5%. En de vraag is: wat gebeurt er dan met de verandering van de prijs? Naar goed B. Nou, de prijs is gestegen van 3,20 naar 3,60 euro. Dus nieuw min oud gedeeld door oud keer 100 betekent 12,5% stijging van de prijs van sigaretten. Dus die twee gaan we door elkaar delen. 7,5 gedeeld door 12,5 en dat geeft ons het getal 0,6. We hadden gezegd: als er een positief getal was, dan spraken we van substitutie. Is het kleiner dan 0, dan is het Complementair. In dit geval weten we dus het is een positief getal, 0,6. Dus hier is sprake van een substitutiegoed. Nou, dat kunnen we best wel logisch redeneren, want we weten dat check en sigaretten natuurlijk best wel grote concurrenten van elkaar zijn. Dus op het moment dat de prijs van check iets doet, dan zien we dat gelijk terug in de vraag naar sigaretten. En andersom. Tot slot de laatste variant: inkomenselasticiteit. Dat is de invloed van een verandering van het inkomen op de gevraagde hoeveelheid. Dus we hebben al verschillende dingen gehad. We hebben gezien wat iets met de prijs gaat doen. We hebben iets gezien van de kruislinkse prijselasticiteiten. Nu gaan we kijken naar het inkomen. Dit geeft namelijk antwoord op de vraag wat voor soort product het namelijk is. Dus is het een luxe product? Denk aan dure auto's, verre reizen, grote dure horloges. Of is het misschien wel een primair goed? Denk aan brood, havenmout, melk. Of is het een inferieur goed? Bijvoorbeeld tweedehands kleding en een vakantie in eigen land. In een plaatje ziet dat er zo uit. Dus de procentuele verandering weer van de vraag naar een bepaald product delen we door de procentuele verandering van I, dus van het inkomen. Nou, in een plaatje weergegeven zien we dus dat als het groter is dan 1, dus de elasticiteit groter dan 1, hebben we het over een luxegoed. Dat kan tot in de oneindigheid zijn, hè? dus het getal kan oneindig oplopen. Tussen 0 en 1, dan hebben we over noodzakelijke goederen, zoals brood, melk. We hebben ook nog indifferente goederen, wederom weer in theorie, hè, dus goederen die werkelijk niks doen verder als het inkomen stijgt of daalt. Nou, dat, eigenlijk in de praktijk zien we dat niet. En we hebben inferieure goederen. Dat is een getal kleiner dan 0. En dat betekent dat als het inkomen daalt, dat we daar dan meer van gaan kopen. Dat was een voorbeeld als tweedehands kleding. Of vakantie in ons eigen land. Hoe ziet dat dan eruit als je dat grafisch weergeeft, deze Nou, De eerste, dat zijn de primaire goederen. Dat betekent dat we daar ja, eigenlijk niet zo heel veel gebeuren. Dus als het inkomen stijgt, dan, ja, dan we gaan we daar wel wat meer van kopen. Maar op een gegeven moment zijn we verzadigd. Hè. Dus als jij meer geld hebt, dan kun je inderdaad uh, wat meer brood kopen. Maar um, of nou. Uh, 10.000 euro per maand verdient of 100.000 euro per maand verdient, je gaat niet ineens daar heel veel meer brood van kopen. Dus op een gegeven moment vlak dat af. Dan hebben we luxe goederen en bij luxe goederen hebben we iets speciaals, namelijk een drempelinkomen. Dat betekent dat je niet vanaf het allereerste eurotje dat je verdient al meteen dit soort producten gaat kopen. Dus we hebben eerst een bepaald inkomen nodig en vanaf dat moment gaan we pas deze luxe goederen kopen. En ook vanaf dat moment, hoe meer we gaan verdienen. Hoe meer we deze luxe goederen kopen. Je kunt je voorstellen dat als je, eh, nou, als je onwijs weinig geld te, te besteden hebt, dat een van jouw uitgaven niet meteen een iPhone zal zijn. Ja, je gaat eerst kijken naar nou, wat heb ik echt nodig om te overleven. Pas bij een fatsoenlijk inkomen kun je jezelf luxe goederen gaan veroorloven. Tot die tijd niet. En als derde voorbeeld hebben we dus de inferieure goederen, en dat is net andersom. Dat betekent dus dat hoe meer ik ga verdienen, hoe minder ik daarvan ga kopen. Dus iemand die heel weinig geld heeft, die zal wellicht eerder bereid zijn om tweedehands kleding te kopen. Naarmate die steeds meer geld gaat verdienen, zal die waarschijnlijk tweedehands kleding eigenlijk dus gaan inruilen voor nieuwe kleding. Dus tweedehands kleding koopt hij minder van en hij zal overstappen naar het kopen van nieuwe kleding. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van het tweede gedeelte van Horcruisje 1. Dit ging volledig over elasticiteiten. En de vraag en het aanbod. Veel succes!